Hallo allemaal, vandaag heb ik een nieuwe video voor jullie. Misschien hebben jullie het al gezien. In mijn vorige video ging ik een dagje shoppen in Hilversum. En dat ga ik aan jullie zien wat ik heb gekocht. En ik heb allemaal knutselspullen gekocht. Daarom heb ik ook meteen hierna een DIY. Dus eigenlijk zijn het meteen de benodigdheden die je nodig hebt voor deze DIY. Het zit allemaal in deze bas van Pipo's. En bijna alles is van de Pipo's, behalve waar ik mee ga beginnen, is dit schilderlook. Deze heb ik van de Action, want daar was hij het goedkoopst. En deze was iets van €1,75. Ik heb het bonnetje niet meer van de Action. Maar dat is deze. En ik heb zo'n vierkant, hè. Ik laat wel zien wat ik ga maken. Ik heb namelijk op mijn telefoon staan. Nou, ik wil gaan proberen om dit schilderijtje na te maken. En ik ga dan ook meteen laten zien hoe ik dat ga doen. Dus als je dat wil weten, blijf vooral verder kijken. Nou, wat je verder nog nodig hebt, is verf. Ik heb acrylverf gekocht. Want de mevrouw van de winkel zei dat ze dat schilderijtje met deze set verf heeft gemaakt. En deze was, die bonnetje toen was. Sorry voor die geluiden. De acrylverf set was €14,95. Deze dus. Daarna heb ik ook nog dit houten vosje gekocht die ik op het doek ga plakken. En deze was, even kijken, €2. Deze. Daarna heb ik ook nog deze vormpjes voor ook op het doek te plakken. En deze waren €3,95. En dan ga ik ook nog iets gebruiken wat ik al in de vorige twee hersenwijs heb gebruikt. Dat is deze gouden spuitbusverf. En daar ga ik ook meteen mee beginnen. Ik ga als eerste dit doek ga ik bespuiten met deze spuitbusverf. En ik doe dat buiten, want het stinkt heel erg. En anders blijft het in mijn kamer hangen, die geur. En ik doe het buiten gewoon, omdat het anders heel erg gaat stinken. Ik heb hem goud gespoten. En dat heb ik buiten gedaan. En vervolgens had ik er een boom op getekend. Gewoon heel simpel, een zwarte boom. Zoals je misschien kunt zien. Hij is niet de mooiste, maar ik kan ook niet heel mooi tekenen. Ik heb het maar geprobeerd. En ik vind het nog best wel goed gelukt. En nu ga ik hem bruin met lichtbruin een beetje verven. En dat ga ik ook laten zien hoe ik het moet doen. Net zoals ik een beetje had laten zien hoe ik deze boom heb getekend. Dus ik kijk vooral verder. Ik heb alles klaargelegd. Mijn schilderij, mijn kwasten, mijn verf. En hier deze twee verftubetjes. Dit is de lichtbruin oranje-achtig. Red orange. Scherp stellen. Dat lukt niet scherp. Ah. Ja. De red orange. Of nee. Nou ja. Deze. De lichtbruin en de donkerbruin. En dan leg ik gewoon op dit oude kartonnen stukje neer. En dan ga ik verven. Nou, laten we maar beginnen.
Ik heb de bomen en de blaadjes getekend. En nu ga ik het vosje verven. En je kan het gewoon op je eigen manier doen. Na lang schilderen heb ik eindelijk mijn vosje gemaakt. Ik heb een beetje mijn eigen stijl erin gebracht. En ik vind hem erg goed gelukt. Hier zie je het oogje. En ja, dit is hem uiteindelijk geworden. Ik heb een beetje, net zoals bij de boomstam gedaan, dat het lijkt dat dit zijn vocht is. Maar ik vind hem erg goed gelukt. En ik ga hem zo meteen met secondenlijm op het doek plakken. Maar eerst gaat het even drogen. En ik ga misschien zo meteen verder met dit. Dan ga ik ze ook verven en ook zo op het doek plakken. Dit is die uiteindelijk geworden. Ik vind hem heel goed en mooi gelukt. Wat als laatste wat ik heb gedaan zijn die houten plaatjes. Heb ik geverfd. Zoals je misschien kunt zien. En opgeplakt op het doek met secondenlijm. En dat blijft heel goed zitten. Dus dat is echt een aanrader. En ik heb nog dit L'tje. Dat heb ik bij de Xenos gekocht. Er waren 4 voor een euro. Ik weet niet meer precies. En dan heb ik dus er eentje opgeplakt. Ik heb alleen het dingetje eraf gehaald. Want die blijft echt niet goed zitten. Maar gewoon ook gewoon met secondenlijm. En dan was dit hem uiteindelijk geworden. Ik vind hem zelf heel leuk geworden. En ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Als jullie deze video leuk vinden, doe een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Dan zie ik jullie de volgende week weer. Doeg! Het is open en wij gaan even kijken voor leuke dingen en zo. Misschien iets leuks om voor een DIY. Kijk, allemaal leuke schattige dingetjes. Echt super schattig.